hoor. Ja, of hij ze gaat vinden, zijn tweede. Lastig vaak hoor, want vaak storten die holen in. Ja. Of we zetten weer bij een andere hol er vandoor, maar hij vindt het in ieder geval leuk. Dus dat is wat, hè. Nee. Heb je jou wel iets gevangen? Een muisje of zo, of een konijntje? Ja, dat is volgens mij zo weer een maand of 4 keer of zo. Ja? Ja, op dat stuk. Daar die korte weg. Ja. Ja. Daar komen ze iets meer naar de voren en dan is het misschien makkelijker te vangen, maar we hebben ook heel veel jachtinstinct als ik het goed zie. Ja, ja, klopt. Leuk om te zien. Die kleine beagletjes zijn vaak de betere honden hoor. Er loopt ook iemand rond met 2 grote beagles, zijn 2 of 3 keer zo groot. Oh ja. Maar dit is eigenlijk veel handiger. Ja, klopt. Ja. Ook die kleine beagles zetten ze makkelijker op een paard dan die grote honden. Dus vaak hebben die jagers juist die kleinere. Ja, een heel mooi hondje. Ik moet tegen je vrouw zeggen. Het is de mooiste beagle die ik in jaren zie. Ja, weet ik, ja. Echt waar. Ja, hij ziet er leuk uit, maar we hier voor ook in Beagle gehad. Maar die was een stukje groter, hè? Ja, die, ja, iets, ja, niet veel groter, maar wel. Ik weet dat je vrouw in het begin zei dat ze hoopt dat hij nog groeide. Ik denk dat hij wel klaar is, zei toen. Ja. Ook hele mooie oortjes. Er zijn ook gemist mensen die zeggen van, het is toch een puppy? Ja. Ja, weet je, hij wordt volgens mij binnenkort alweer 2 jaar. Dus, ja. Maar een heel mooi hondje. Ja. Echt prachtig. Ja, we zijn blij dat we op hebben gehaald in Zeeland, bij mensen. Ja. Ja. Oh, nee, maar dat kan ook wel verklaren wat hij iets meer temperament heeft of had dan een gemiddelde beagle, omdat hij gewoon meer gedreven is. Ja. Ja. En nu doet mijn vrouw ook met hem rennen. Ja, dat is goed, hè, dat je uitlaatklep. Weet je wat is? Als je een hond een uitlaatklep geeft, is het vaak een heel ander type. Ja, als je er niks mee doet, dan is het lastig inderdaad. Maar je hebt waarschijnlijk een veel gezondere hond nu eraan. Ik hoop dat jullie veel plezier gaan mogen houden. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat het zo blijft. Ja, we worden niet groter. Hij blijft, ja. Blijft gewoon een hele leuke hond. Ze waren ongeveer even oud. Ik denk dat jouw hond iets ouder is dan mijne. Maar ik heb ze toen als jonge puppy's allebei bij elkaar. Hij is vooral bezig met de muizen. Ja, leuk hè. Oké, fijne dag. Van hetzelfde. Hoi hoi.